Deze vier jongens zitten op het vierde gymnasium. Een school waar film centraal staat. Het geweldig vonden. En erin gingen geloven in die Ku Klux Klan, maar die nu nog steeds bestaat, hè, in Amerika. Film is buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van de hedendaagse puber. Kijk, die kijkt de hele dag naar film, hij ziet voortdurend bewegende beelden en kan heel moeilijk een onderscheid maken tussen goed en slecht. Daarom filmles op school en vierde gymnasium. En je ziet die kinderen opeens veranderen. In het begin hebben ze geen idee, ze kijken naar alles en opeens zien ze, oh, via mijn filmpje kan ik de wereld anders bekijken en zie ik dat er veel narigheid is op de wereld, maar ook veel moois. En dat mooie leren ze waarderen door het zichzelf maken van film. En dat is geweldig om te zien hoe ze opbloeien door het vak film. Geweldig. Ik raad het iedere school aan. Film is de hoogste en populairste cultuurvorm. Bij het vierde gymnasium krijg je de kans om in deze sector mee te draaien en veel geld te verdienen. Het vierde is dé weg naar Hollywood. Dit is het vierde gymnasium. Op deze verschrikkelijke school geeft het vak film totale tijdverspilling. De leraar wordt compleet genegeerd door zijn leerlingen en kan geen orde houden. Ze vinden het vak film maar niks. Ja, het vak film. Het is zonde van de tijd. Computers werken niet. Kinderen hebben geen idee wat ze moeten met zo'n vak. Ze doen maar wat. En vervolgens maken ze dan filmpjes
Computers werken niet. Camera's werken niet. Onderling grote ruzies. En ik zit te wachten op de eerste moord. Gewoon omdat binnen zo'n groep het zo ontaardt dat de een de ander het licht in de ogen niet meer gunt. En dat krijg je als je filmles gaat geven op een school. Daar zijn ze gewoon helemaal niet aan toe. Het is werkelijk van de gekke. Stuur uw kind vooral niet naar het vierde, want het is absoluut nat dan. Film maken voor je 18e, levensgevaarlijk. Film over aan de professionals. Stop het, nu het nog kan. Giro 443.